Heavenly Bodies and Temptation bij Top Radio VRM. We hadden het aangekondigd. We maken er vandaag een bijzondere aflevering van. Een bijzondere nacht hier bij VRM. En ik zei het al, we hebben bijzondere gasten in de studio zitten. En voor een interland België-Nederland, daar hoort iets bij, vind ik. Hè? Is het wel juist, want voor mijn part kan het even goed dat van Zimbabwe zijn. Ik heb er geen flauw idee van, moet ik zeggen. Goedenavond, ik ben Peter Maas en ik zei het al, we hebben gasten in de studio. Tony van Dijk loopt hier nog altijd rond, maar de gasten zelf zijn Rob Stenders. We hebben ook Fred in de studio en mijn rechterhand Peter Verhoeven is aanwezig. Dus het zal hier stuiven, denk ik, tot een uur of twee op zijn minst. België-Holland spelen we vandaag. We beslaan in de Family Stone. Ja, we moesten nog een beetje in de stemming blijven van de dansparade. Dus zo'n hit als dit kan er wel bij op een zaterdagavond. Hè? Sly and the Family Stone in de radio. We gaan die man eens wat klank geven. Hi. Het doet het, denk ik. Ja, dit werkt wel. Hey, waarom heb je er nou weer een interland van gemaakt? Het idee komt niet van mij, eerlijk gezegd. Een soort verbroedering is nodig. Ik weet het, maar het idee komt niet... Straffer nog, onze heer programmaleider, ik veronderstel dat hij nu in de wagen zit te luisteren, heeft een promotje gemaakt voor dit programma. Ik durf het je niet eens laten horen. Ja. Dit is zo erg. Is het een complete oorlogsverklaring weer aan ons adres? Ja, inderdaad. Wacht even. Vind ik zo erg. Ik zoek hem even op. Hè? Ik vind het zo vreselijk dat wij de Duitsers van België zijn. Dat vind ik zo erg. Wacht, hier komt hij. Hou je vast, hè? Beste sportvrienden, van harte welkom in het VRM-stadion voor de wedstrijd van het jaar België-Holland. In de linkerhoek Peter Maas, bekend van het middagklok, de weekendochtend, de snipperit en de snerplaat. En in de rechterhoek voor Nederland, Rob Stenders, bekend van Hit Radio Veronica, Stenders en Van Inkel en King Kevin. België-Holland, nu zaterdagavond vanaf 10 uur. Ik ben hier totaal onschuldig aan, moet ik zeggen. Oh, wacht. Alles loopt er al de mist in. Spotjes van Belgacom krijg ik in mijn nek nu. maar ik ben hier totaal onschuldig aan. Ja, dat dacht ik al. Ja. Je kijkt me ook met onschuldige ogen aan, dus ik geloof je maar voor deze keer. Het zal ondertussen hitje 103 zijn, denk ik, uit Jagged Little Pill. Want de laatste jaar hebben we de ene hit van Alanis Morissette naar de andere gehad. Begon destijds met You Out You Know, dat weet je nog wel. Dit is de meest recente hit, die Head Over Feet. Ik zit te wachten tot Rob iets gaat vertellen, maar ik bedoel, die... Ik denk dat hij nog niet bekomen is van gisteren nacht. Ik sta er 3-0 voor. Oké. Okay. Zal ik rustig uitbouwen, kan ik straks... Okay. Gusto en Let's All Chant. Deze week stelde ik de vraag aan mijn collega's, maar mijn collega's zijn meestal allemaal een pak jonger dan mij. En Rob is ongeveer van dezelfde leeftijd als ik. Dus die weten misschien nog wel. Ken je dat videoclipje nog? Dat ooit op Veronica had gezien? Ja, zeker. Dat, niemand kent het. Wel dat borstenclipje. Ja, dat was het dus. Ken ik wel, niemand, iedereen sprak me aan van, oh, nu hebben 70 blote borst, die mensen zot. Ja, nee, het is wel waar. Ik kan me dat wel herinneren, want het zorgde letterlijk en figuurlijk voor wat beweging. En volgens mij is dat ook de reden. Tenminste, bij het buurland dan. Ja. Dat het daar een hit geworden is. Uh-huh. Dat had veel met dat clipje te maken. Op sommige werd het, ik dacht bij Avro was het gecensureerd, bij Top Op was het verboden. Dan kreeg je het... Zo'n zwarte balk. Het ballet. Zoiets, Nee, je kreeg een ballet. Oh, een ballet. Ja, ze hadden een eigen ballet in het leven geroepen. Een soort, soort Penny de Jager balletje. Ja. En die deden de nette danspasjes. En bij Veronica was dan altijd het borstenclipje te zien. Ja. Oké, okay, dat was schitterend. En wat was dit in godsnaam? Het is Gusto. Helemaal goed. Die gasten van Disco's Revenge, ken je het meer? Disco Revenge? Ongelooflijk prettig plaatje. Ja, heel goed. Van wat ik weet geleden. Het nog heel goed, ja. Nee, ik kreeg... we hadden een paar platen ontstopt, onder Carol Gianni erom voor zitten. En kreeg onder mijn voeten van een luisteraar, ik weet begot niet wie het is. Goedenavond. Hey, hallo. Met wie? Met Hans Bert. Hans? Hans Bert. Hans Bert, mag ik vragen om je radio wat stiller te zetten, want het gaat piepen en vind ik verschrikkelijk. Ja, okay. Klein beetje, hè? Mm-hmm. Ja, hij was namelijk... hij was namelijk aan het reclameren, Rob, omdat hij jou niet hoorde. Hij is een Rob Stenders fan. Sorry, zijn ze tot zelfs in dit land terechtgekomen? Ja? Misschien wel verbannen naar dit land? Het zou kunnen. Ja, ik kreeg geen kans. Ik ben te gast en ik wil weer niet dat vooroordeel bevestigen dat die Nederlanders zich overal tussendoor wringen. Dat ze dan een grote bek hebben enzovoort. Dus ik ben een hele stille avond vandaag aan het tegemoet gaan. Ja, maar hij wil duidelijk dat je meer gaat vertellen. Ja, nou... Wacht, we zullen hem vragen... Stel eens een vraag. Ja, we zullen eens vragen welke herinneringen hij heeft. Ik bedoel, het moet een tijdje geleden zijn dat hij je gehoord heeft. Herinneringen? Ja. Ik heb herinneringen zat. Hij was vroeger elke vrijdagavond afgestemd op Veronica, Stenders en Van Inkel. Ook dat nog. En altijd alles opnemen, op cassetje. Ja.
En dan, heb je nog veel? Heb je er nog? Een paar, ja. Een paar. De greatest hits, ja. Een beetje. Ik heb ze zo aan elkaar geplakt, hè. En dan die platen ertussenuit gehaald. Wat? Oh ja, ja, enkel wat een schande! enkel het gepraat. Ja, blijf nog wat aan de radio hangen, want hij blijft hier nog uren zitten. Ah, dat is goed. Goed? Van wie is Wendy van Wand? Is die nou van jullie of van ons? Die is van ons. Sorry. Oké, dit is diep ontgoocheling waarschijnlijk, maar... En die andere? Wie? Waar is ze ook alweer? Die mevrouw, die seksuologe. Oh, Goedelen. Goedelen is die van jullie of van ons? Maar die is bij ons op televisie. Ja, bij ons ook. Tof, oh, bij jullie. Jammer, hè? Of vind ik wel lekker. Zit een man onder de mengtafel. Gaat het? Saturday Night en Herman Brood in his Wild Romance kregen onmiddellijk telefoon. Zo zijn die Belgen dan wel weer, hè? Willen onmiddellijk Case Choice horen. Gelukt, hè? Ja, eindelijk. Maar hij had, wat was er nou aan de hand? Hij had 10 minuten straftijd. Why? 10 minuten straftijd. Ik weet ook niet waarom. Thuis het bieten waarschijnlijk. Pacht. Scheidsrechter. Kurut landje. Ja, over ons land gesproken. Dit is toch wel een van de prachtigste CD's van de jongste jaren. Case Choice. Zwaar erop. Ja, ik vind het mooi. Ja, het feit dat Sarah Beth hier niet echt zo heel ver vandaan woont. Ik zie er ook steeds tijdens interviews en... Dus ja, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat zij integer is. Ja, dat is ze. Als ik me vergis, dan moet je het me vooral vertellen. Maar het gevoel overheerst dat ze integer is. Het is een schattig kind. Ze is net terug uit Amerika. Kind. Gaan ze daar ook doorbreken? Nee, ze had het voorprogramma gedaan van Alanis Morissette. Oh, en voor één keer scheen het niet ingekocht te zijn. Zoals dat meestal met de Clouseau-affaire ooit was. Die zich ingekocht had destijds bij Roxette. Ja, dit scheen dus echt oprecht te zijn. Alanis vond haar goed. Nou, dat is niet gebeurd, hè, die buitenlandse carrière van Clouseau. Dat Engels en zo, dat zat, zat niet lekker. Ze hebben een tijdje op tour geweest, maar... Wilde niet zo. In Duitsland 10 cd's verkocht en in Nederland ook een paar waarschijnlijk. Volgens mij hebben ze dat grensgeval meegeteld. Die 150 Duitsers die in België wonen, of Belgische Duitsers, die hebben waarschijnlijk zo'n cd'tje gekocht. Hey, wat ik nou zie, hè, op een 1000-frankstuk, ik ben niet een van die arrogante Nederlanders die geen Belgisch geld meeneemt. Een briefje, sorry. Heeft gaan pinnen. Ik zie daar een stukje tekst op staan, dat vind ik interessant. Dat moet je me even uitleggen. De namaker wordt met dwangarbeid gestraft, staat erop. Mag ik hier even wat uitleg over? Dat is volgens mij maar voor de show, denk ik. Mag het wel hopen, Dit wordt al jaren niet meer toegepast. Nee, toch niet. Dit wordt al jaren niet meer toegepast. Nee. Moet er beter op zetten. Dit geld mag niet witgewassen worden of zo. Dat soort toestanden. Of die lui met Let's All Chant net. Ja. Dat is ook een namaker. Je zal toch maar bestraft worden met dwangarbeid omdat je coverversie hebt opgenomen. Garbage, stupid girl. Clash. Doe iets, hè? En nog wat, R.E.M. Ja. Zit er allemaal in. Mm-hmm. Dus ook zij hebben binnenkort dwangarbeid, vrees ik. Garbage, stupid girl, het is jouw liefde, hè? Die tante van Garbage. Absoluut. Why? Moest ik dat weten? Ja. Had ik die... Ah, nee, mag ik niet zeggen. Ja, joh, doe maar. Nee, maar dit programma komt sowieso ooit nog te horen van mijn eigen vrouw, dus ik kan zo'n dingen niet zeggen. Ja, jawel. Het is toch een onbereikbare zangeres. Die mag je delen. Oh ja. Ja, maar dat niet alleen. Wat? Ze ziet er ook niet uit. Hè. Ze ziet er niet uit. Nee. Nou, dat maakt niet uit. Die vriendin van hem ze hangt daar. Van Garbage. We hebben ze daar een ereplaats in. Eén zangeres. Ja. Via fotocopieerapparaat valt nog mee. Ja, valt het mee. Ja, maar ze zijn we. Ik bedoel... Ja, ik vind het een beetje een uit elkaar gevallen punk, eerlijk gezegd. Ja, maar dat is het dat juist. Is het ook, dat is het juist. Ja. Ik bedoel, ik ben ook niet meer van de jongste met mijn 31. God. Dus ik bedoel, ik heb die periode zo half meegemaakt. Zo. Ja. En vandaar waarschijnlijk. Okay. Denk ik. Maar wat wil is, ik ze nog eens draaien? Want ik vond het wel goed. Nee, sorry. Nee, niet nog een keer. Wat vind je nou aantrekkelijk aan haar dan?
probeer het eens te, behalve dan dat uit elkaar gevallen punk is. Wat vind je nou? Is dat je type? Hij laat nu de hoes zien. En, die wil je niet zien. Nou, het is een soort lachspiegel. Nee. Ik bedoel, ik vind het een schitterende vrouw. Ja. Dat is, je zegt het met een passie. Dat straalt, ja. Jong, dat straalt zoiets. Hè. Ja. Mijn collega hier, ja. Mijn rechterhand, heet dan ook niet toevallig ook Peter. Die heeft diezelfde mening als ik. De linker en de rechter Peter zijn het allebei met elkaar. Shirley? Eens. Shirley is het. Die krijgt van ons 9 op 10. Maar wat is er mis met Isabella A? Well, ik zal eerlijk bekennen, ik heb nachten met Isabella A geslapen. U gaat het niet geloven, maar ik bedoel... Ja, is echt zo? Het is echt zo, ik bedoel... Ja, dan ga ik nu ga ik een plaats starten. Hallo. Jingletje en zo. Oké. Mijn privéleven hier helemaal gaan blootgeven. Shit. Betrapt. Tikken. Ik kon hem al nee zeggen. BBE, 7 days and 1 week. Rob, je had gezegd om 11 uur begin ik, hè? Dat was een streefdatum, had je gezegd. Nee, helemaal niet. Ik zit uitermate tevreden even wakker te worden met een tasje koffie. Ja. Tas café. Oh shit, weer niet goed. Nee, ja, ik wil populist uithangen. Ik denk, ik probeer het even, maar weer niet goed. Ja, maar het is goed. Ik bedoel, wij bewonderen het initiatief. De poging. Ja, ik bedoel, de poging. Ja, ga lekker door nog even een uurtje of zo. Ja? Ik wil nog één ding weten. Hoe zat het nou met die Isabella A? Dat is niet mogelijk. Ja, ik laat niet los hoor. Laten we vooropstellen dat het natuurlijk is geweest voor de relatie met die vrouw die je nu hebt. Want dat is natuurlijk liefde van het leven. Er zal nooit meer een ander komen. Dat is de beste, de mooiste, de allerschoonste van het land. Het was zelfs gedeeltelijk tegelijkertijd. Wat? Wat een radiobiecht. Het is reality radio. Ja, ik bedoel, het eerste van al is, zij is daarvan op de hoogte. En dat krijg je voor zij elkaar. Zij wist dat toen ook al. Bedoel, een interessante verhouding. Maar hoe zat dat dan? Leg het nou eens uit. Al die luisteraars willen dat ook weten. Dat is gossip. Die willen dat niet weten. Deel het nou even met die luisterscharen van je. Het probleem is, als ik nu ga vertellen... Ja. Dan zit ik met het grote probleem... dat het eigenlijk niet zo spannend is dan dat het lijkt. Tot nu denkt iedereen... Je hebt 3 interviews met haar gedaan. Nee, toch niet. Ik heb 2,5 jaar voor haar gewerkt. Voor haar baas eigenlijk. Als wat? Ik zeg het toch? Nee, Fred, ga hier niet lopen. Nee, Fred, kom eens terug. Als wat? Ik zei toch, als ik het nu ga vertellen hoe het zit, dan gaat het belangen zo spannend niet zijn. Peter, dan het eigenlijk als was. Wat? Je hebt voor haar gewerkt als wat? Als assistant manager heette dat keurig. Stond niet op mijn loonbriefje dat ik assistant manager was, maar dat schijnt was ik dat wel. Chico. Je moet maar eens een oud cd'tje van Isabel A in je handen nemen. En staat meestal met dank aan hijzelf dus weer. Daar ben jij. Ja. Nee, ik heb die hoesjes van haar... Want ik heb niet het geluk gehad om een relatie met haar te hebben. Nog dat ik voor haar gewerkt heb. Maar ik heb wel hoesjes van haar waar ik naar heb mogen kijken. Mm-hmm. Verdomd, ja, daar staat jouw naam op. Kom dat tegen. Ja, maar is het ook nog een exotische verhouding geworden? Is er nog een seksueel verhouding? Absoluut niet. Dan zit hier iemand heel schijnheilig te worden. En dan zit iemand die schijnheiligheid ook absoluut ontkrachten. Ja, maar ik bedoel, er is eigenlijk nooit iets gebeurd. Maar we hebben wel nachten samen geslapen. Ja, okay. In één bed. Dat moet ik toegeven. Dat is mijn programmaleider, kun je je voorstellen? Ja, en die kent jou blijkbaar ook iets langer al. Ja, maar die is, ik weet niet. Jeroen, ben je nog aan het luisteren? Nee, ik ga niet zeggen wat hij aan het doen is. Okay. Maar ik weet niet of hij er echt van op de hoogte is. Ik bedoel, het is niet echt iets waar ik Jan en allemaal mee lastig van. Ja, laat ik dan nog de slotvraag stellen. Mm-hmm. Hoe komt het dat jullie artistiek uit elkaar gegroeid zijn? Wel, het is wel een feit. Dat vind ik wel grappig om te vertellen. Ze heeft nooit meer een nummer 1 gehad sinds ik weg ben. Haha! Red Hot Chili Peppers. Antwerps Regio Nieuws. Ja, ik weet, het is redelijk ongepast om dit soort muziekjes te draaien, maar ik heb Stef aan de lijn en dan denk ik, die zit weer op de trappen van het Justitiepaleis. Stef? Ja, inderdaad. Ik zit nu niet op de trappen van het Justitiepaleis, want het is veel te koud om op de trappen van het Justitiepaleis te zijn. Nee, we waren dat zo gewoon deze week. We dachten van, die zit nu weer op de trappen van het Justitiepaleis. Ja, het was wel leuk om de trappen langs de buitenkant te zien, maar ik heb voorlopig genoeg van trappen. Ik kan het me voorstellen. Stef, prettige avond nog, hè? Ja, en amuseer zich. Een andere vraag. Ja? Wie is die jongen met dat Nederlandse accent? Ik ben blij dat het alleen maar een Nederlands accent is. Ja, daar ben ik het volledig met je eens.
Dat is de hoofd van de nieuwsdienst. Wil ik wel even voorstellen. Ja, die zal inderdaad een drukke tijd achter de rug hebben en voor de rug. Inderdaad. Ja. Jongens, maak er nog wat van. Ja. En doe geen dingen die ik nooit zou doen. Met andere woorden, alles is toegelaten. Ja, oké. Okay. How do you feel, zingt hij. In zijn geval zal het niet al te best zijn, denk ik. Too back and how do you want it? Nou ja. Was het te ver? Nee. Was het over de lijn? Nee. Oké, dan. Ga zo door. Oké. Ja. Er komt ook alweer een film over zijn leven, geloof ik, hè? Dat gaat er zo snel in die Amerikaanse filmindustrie. Mm-hmm. Hoe zit dat hier eigenlijk? Je zal toch ook wel iemand het verhaal van Dutroux hebben opgekocht? Dat is nog niet voor gekocht, een film, denk ik. Is dat nog niet gekocht? Denk dat niet. Ja, op dit moment is het natuurlijk nog een onsmakelijk verhaal, maar daar gaan mensen straks geld aan verdienen, hoe je het ook bent of keert. Denk ik wel, ja. Hou het dan in eigen land. Zorg niet dat Nederlandse filmproducenten ermee vandoor gaan. Zo'n Rob Hauer of zo. En die Turks fruit. Ik wil niet eens de noeste speling maken. Ik zal dat niet doen. Nee, ik denk dat geen Belg dat gaat doen, denk ik. Nee, ik denk dat niet. Zijn Dutroux... Het ligt er zo gevoelig, dat doet geen Belg, denk ik. Zijn Dutroux de Grease al, Dirty Old Man? Zijn die al... is die cover al uit of niet? Nee, die is nog niet uit, nee. Dutroux de Grease. Zo erg is dat niet. Okay. We sparen de woede tot morgen, denk ik. Ja, het wordt wel volgens mij een bijzondere dag. Volkswoede. Ja, absoluut. Revolutie! Ja, dat heb ik deze week al geroepen. Ja. Ik heb geen proces gekregen, dus... Nog niet. Of er luistert niemand, of maakt er allemaal geen... Uit. Uit. Wat heb je geroepen dan? Dat het hoog tijd was... Ja, ik wil toch dat proces nog halen. Ja, daarom. Schuif het maar naar mij toe. Dat het hoog tijd wordt dat we eens revolutie hebben. Ik bedoel... Ja, heb ik toen gedaan. Ja? Ja, ik... Nou, durf je wel. Terwijl heel België al op straat stond, riep jij op de radio. Geen wonder dat er niemand gebeld heeft. Heel gedurfd. Dat is berekend risico. Ja, inderdaad. Dat was een slimme van je. Ja, dat vind ik goed. Wil jij het hier? Ja, je wilt... Ja, ik vind het goed. Mag ik iets vragen? Ze hebben een cd'tje meegebracht. Hebben ze gejat bij Stadsradio, weet ik veel. Waar is het, Fred? De Stadsomroep in Utrecht. Utrecht. Ja. Ooit kom ik nog in Utrecht, had ik ooit tegen een vroegere Nederlandse secretaresse van onze firma gezegd. Is dat een Nederlandse gewoonte van verse koffie van die hitteplaat? Moet zo niet roepen, jong. Nog een keer, wacht even. Verse koffie van... Nog een keer? Die staat gewoon naast het koffieapparaat. Dus dat is koud aan het worden nu. Ja, dat is een hele Nederlandse gewoonte. Ah, ja. Dat is nieuw. Dat kun je in Nederland kopen. Dat heet Café Froid. Nou, de iced tea is er nu ook. Ja, de iced coffee. Dat is mooi gezicht, ja. Gestolen uit het Grandcafé. Ja, ik moet nog steeds het liedje van je aankondigen natuurlijk. Het is van Fred, want die heeft het gestolen bij de Stadsomroep. Dus ik vind ook dat hij deze introductie maar even moet doen. Ja. Fred, succes. Ze zijn inmiddels geloof ik allemaal dood. De creeps. Dat moet goed zijn. Dat moet goed zijn. De creeps. Tweede was het volgens mij, toch? Die ondertussen een videocamera tot in een strot. Is reality radio ook. Hoe zit het eigenlijk met de ontwikkeling van reality-televisie hier, Peter? Is dat net zo erbarmelijk en schaamteloos als in ons fijne kikkerlandje? Ik ga het mijn vriend Peter eens laten halen, maar die heeft ook nog net als Frit geen lap gezegd. Nog geen lap gezegd? Nee, dat is een Vlaamse uitdrukking. Ja, heel mooi. Oké, gaat u... Zal ik u even filmen? Zet eens even, zeg eens even een lap. Gaat u even zitten. Momentje, mag ik meenemen? Hallo. Hij is, wil ik even zeggen als introductie, hij is van de Piraat hiernaast. Nostalgie. Radio Nostalgie, dus hij praat ook iets rustiger. Nou, heel goed. Ik ben veel, 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 veel rustiger. Wat mooi en beschaafd en netjes. Ja. Hey, reality televisie, is dat net zo erbarmelijk hier als in Nederland? Dat echt iedereen op elke hoek van de straat met een camera... Eigenlijk heb ik een verkeerde interventie gekozen om hem te laten antwoorden. Ja? Om de heel eenvoudige reden, hij heeft... Geen TV. Televisie. Ik heb geen kabeltelevisie. Nee, hij heeft satelliet. Dat is enkel op... Satelliet, dus je ziet alleen maar Nederlands televisie. Voor reality TV moet je kijken naar, ik dacht, VT4. Hebben ze daar... Het zal toch ongeveer hetzelfde zijn als... Ik denk dat enkel VTM nog zo'n programma heeft. Ja? Denk ik. Ja, volgens mij bij elk ongeluk staan er dan 4 of 5 cameraploegen. Tenminste, zover is het in Nederland inmiddels al gekomen. Ja, maar dat is nu nogal gevoelig op dit dus moment. Op dit moment is het gevoelig. zit er alweer een keer aan van logica. Ja, alle cameraploegen zijn waarschijnlijk bezet nu. Ja. Dus nou, dat was geen verstandige vraag. Dat is dan weer jammer. Nee, sorry, dat was dom van mij. Ja, Peter. Dat is wel een gevaarlijke vraag. Je slaat door, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik wil een sigaret gaan roken. Ik zit hier al 1,5 uur zonder sigaret roken. Ik word lastig. Jongen, toch.
Een tijdje geleden, een paar maanden geleden, was ik bij jou in Amsterdam. Ja. Toen hadden we het over Serge Gainsbourg. En ja. Ze kenden daar één nummer van in Nederland. Je had onmiddellijk welk? Was dat nog? Nee, dat kennen ze niet. Dat ander. Nee, dat hijgnummer. Je t'aime non plus. Wel, ja. Wil je dit eens laten horen? Wacht even. Hey, dis donc David. Peter staat naast mij, een grote fan van Björk. Dus heel tevreden denk ik met dit plaatje. Sugar Cubes. Jaren geleden. Ja. Wat jaar is dat? 889? Zoiets. Net voordat ze heel erg beroemd werd. Ja. Rood hoesje was dat. Ja. Singeltje. Freak. Moet zo nu dan eens kunnen, hè? Ik hoop tweedehands. We hadden het weer van Fred, hè? We hadden het weer van Fred gehad. Ja, tuurlijk. Een indie hits uit... Wel, staat er ook wel, ja. Nee. Maar deze keer heeft hij er zijn naam opgeschreven, dus het zal niet gejat zijn, denk ik. Hij heeft er 14,95 voor betaald. Ja. Heb je de plaatjes hier een beetje verborgen, of niet? Gewoon om overal een souvenirtje mee te nemen. Ja. Dus, kijk uit. Je mag gaan shoppen. Onze piraat hiernaast. Zo'n leuke piraat. Dat horen ze niet graag, hoor, denk ik. Nee, vind je het gek? Ja. Ze hebben over ons gezegd hadden, wij hadden dat nog tof gevonden, maar... Wat denk je? Ja, precies. Zij niet. Wat denk je dat wij aan het doen zijn nu? Dat is dan niet bepaalde scharen onder professionele radio waar mensen wat aan hebben thuis. Absoluut niet. Volgens mij luistert er ook niemand. Nou, dat is wel ontrouw. Zou er een Nederlander luisteren? Eigenlijk? Ja, twee. Twee? Die zitten hier. Oh ja. Maar zouden er nog zijn, denk je? Ik bedoel, er zitten Nederlanders in Antwerpen genoeg, hè? Ja, zijn ze nog niet weggejaagd door jullie? We doen harde pogingen maar. Ja, het is toch iets. Ik heb het vorige keer tijdens het eten met jou al besproken. Mm-hmm. Dat is iets wat het zal nooit uit de wereld geholpen kunnen worden. Maar ik vind dat ik toch wel van een poging moet doen. Ja. Ambassadeur. Ik weet waar je over gaat beginnen. Ja, nee, daarom. Ik kondig het ook niet voor niks aan. Ja. Stel nou voor dat wij van Nederland, mm-hmm. Ons elftal heeft met 65-0 verloren tegen noemen ze land. Nee, niet België even. Duitsland. Duitsland. Tegen Duitsland. Ja. En dat betekent dat wij uit de EK gedonderd zijn of uit de wereldkampioenschappen gevallen zijn. Mm-hmm. Dat is de eerste keer niet natuurlijk. Nou, dan blijft het dus België over. België zit er nog wel in, mm-hmm. hè, met Niels en zo. Dat komt allemaal goed en het grijze gebied. En dan zijn wij echt met 15 miljoen mensen, mm-hmm. zijn wij dan voor België. En dat hoor je bijvoorbeeld als je een commentator van sportwedstrijden hoort. Die heeft dan ook iets van laten we hopen dat België wint. En dan zet je de Belgische televisie aan als er een Nederlandse voetbalwedstrijd is. En dat becommentariëren zij precies hetzelfde als wij mm-hmm. Duitsland becommentariëren. Ja. God, wat zijn wij niet geliefd hier in dit land. Zo van, helaas heeft Nederland met 2-0 gewonnen. Het wordt gewoon gezegd. Wordt gewoon gezegd op de Belgische televisie. Schande. Hoe komt dat nou? Is dat een schande? Ja. Ja, hoe komt dat nou? Wij vinden jullie wel leuk. En jullie vinden ons helemaal niet leuk. Nee, dat komt omdat wij jaren... Door die vogeltjesmarkt alleen, hè? Nee, dat komt niet alleen door die vogeltjes. Want dat zal het alleen in Antwerpen zijn. Ja. Nee, maar dat komt omdat wij jaren aan een stuk... het gevoel gehad hebben dat jullie met ons lachten. Dat is niet waar. Dat gevoel hebben wij wel gehad. Dus dat moeten we toch ergens aan te danken hebben. Er zijn, moet toch ergens, Er zijn absoluut vier domme randstedelijke... die vinden dat het bij de Van Brienenoordbrug in Nederland ergens ophoudt. Daaronder, dus ook het zuiden van Nederland, wordt beschimd... en wordt gezien als een boersgebied. En België ook en alles wat daaronder zit ook. Dat zijn nog vier randstedelijke, die zijn over. En over het algemeen, de rest van Nederland heeft warme, sympathieke gevoelens voor België. En belastingtechnisch. En belastingtechnisch. Vooral dat, ja. Ja, dat is waar, ja. De grensstreek, daar zitten erg veel Nederlanders te vegeteren. Erg veel, ja. Ja, dat is waar. Ja. Henk van Bolenberg bijvoorbeeld. Nee, ik heb vorig jaar heb ik ergens animatie moeten gaan doen. Dat was ergens in Schilder, was het geloof ik. En de stikte het van de Nederlanders. En was dus ook zo'n... Shut up. Een bekende Nederlander, ik kan denken hoe je heet. Want ik kijk dus zelden of nooit naar de Nederlandse televisie. Neem Robert en Brink. Zit je altijd goed. Nee jong, noem eens wat presentators die zo'n jaar of 10 geleden populair waren. Henny Huisman. Nee, zo'n geblokte kerel nogal. Een geblokte kerel? Zwart, kort haar. Ron Brandsteder. Nee. André nee. van Duin, die zal het ook niet zijn. Nee. God, hoe heet die? Geblokte kerel. Suske. Suske? Ja. Die had nog wel een vierkante kop nogal. Zo. Van Beek.
God weet niet. Dat is een Belg en een Lambiek. Wat deed hij nou? Tjuske en Whisky is Belgisch, dus zaakjes. Ja. Sorry dat ik beledig, samen met Kuifje, Kiekeboe en alle andere grote smurfen. Kiekeboe. Ken je die niet, Kiekeboe? Nu wijken we wel af, maar... Nou, geef niet. Ik ken Kiekeboe niet. Nee. Dat is een drama. Oh ja? Ja, die scoren beter dan Suske en Wiske, om een voorbeeld te geven. Wat is Kiekeboe? Dat is ook een strip. Ja, moet je lezen. Ja? Maar we waren bezig over... Hoe heet die kerel ook alweer? Wat deed hij voor een programma dan? Ja. Kiekeboe. Wat deed hij dan voor een programma? Een quiz. Mag je erover nadenken? Even een plaatje draaien. Frank Masmeijer. Ja, dat is hem. Oh, dat is hem. Ja. Die woont hier ook ergens. Die zit ook... Frank Masmeijer is ook een... Frank Masmeijer. Welk programma deed hij ook al? Ja, hij deed een of andere quiz. Maar hij is met Belgische toestanden van de Nederlandse televisie verwijderd. Omdat hij zijn vrienden... in een quiz had laten winnen. Die had een fantastische reis en 10.000 gulden laten winnen. Nee. Ja, echt waar. En dat is uitgelekt dat het zijn vrienden waren. En toen is hij van de televisie afgetrapt in Nederland. Keurig, hè? Mooi, hè? Dat is hè? Flauw. In België zou dat bejubeld worden. Zoiets. Zou een extra programma krijgen. Zal ik nog wat Belgische hits draaien? Kwestie na zo'n gesprek moet het kunnen. Volgens mij is dit Hoover, hoop ik. Absoluut. To Wiki. And it makes you happy, Sheryl Crow, and it makes you happy. Hey, wandelend biermerk, ben je er nog of niet? Absoluut. Waarom zit je er zo ver achter computers te verscholen? Ja, vraag me eigenlijk ook, er was geen plaats meer. Heeft dat een reden? Dankjewel, Fred. Schrijf even een stoeltje op. Ja. Hey, de Nederlanders die jullie hier doorgaans op visite hebben in België, dat zijn altijd quizmasters, toch, of niet? Het zijn altijd quizmasters die direct na een jaar weer teruggestuurd worden, hoor daar niet van. Maar het zijn er altijd quizmasters? Ja, wie? Nou ja, weet ik veel. Al die idioten, hoe heten ze, uit die Endemol-stal. Het is een beetje tegenwoordig is het iets minder. Hè, vroeger hadden we toch 324.000 Nederlandse presentatoren op de Belgische televisie. Mm-hmm. Dat is andersom nu. Oh, we hebben echt 2 miljoen, zeg maar, bijna de hele Belgische bevolking presenteert bij ons een televisieprogramma. We hebben ook heel veel televisiezenders, daar niet van. Mm-hmm. Dus heb jij geen aspiraties? Je hebt het uiterlijk heb je natuurlijk mee. Natuurlijk, ja. Nee, dat heb je mee. Karakteristieke kop noem je dat. Heel karakteristiek. Is niks voor jou om een quizje te presenteren? Nee, maar ik dacht dat jij de man was die televisieambities had. Ja, tuurlijk. Ik loop krom van de televisieambities, maar... Niet bij Veronica. Nou ja, niemand wil me. Ja, dat is triest, hè? Dat is een trieste biecht. Dat wil ik nu net vermijden. Ja, dat wil ik niet aan te beginnen. Zich al maar niet solliciteren. Het is van diezelfde weg wil ik niet doorlopen. No way. Maar ik wil vanavond een beetje generale repetitie. Ik wil wel een beetje quizzen. Oh ja. Ja, ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik wel een beetje met je quizzen. Jij weet veel van muziek. Wie tegen wie? Jij tegen ik. Ja, maar je hebt het voorbereid. Je hebt de vragen. Ik heb helemaal geen vragen. Zie je nou wel dat die Nederlanders ons denken dat dit is het voorbeeld. Nee, is niet waar. Ik heb de vragen opgesteld. Wacht even. Nee, het is eigenlijk geen Nederland-België. Het is geen Peter Rob. Het is geen competitie. Wat dan wel? Het is gewoon een paar plaatjes achter elkaar zitten die iets met elkaar te maken hebben. En dan moet jij erachter zien te komen waarom ze iets met elkaar te maken hebben. En mag ik stukken bij? Ja, tuurlijk. Okay. Neem van iedereen één hersencel en dan moet je toch een eind in de richting komen. Nou, de eerste heeft nog niks met een quiz te maken, dat is gewoon een gewoonte. Okay. Die moet eigenlijk overal waar ik liedjes draai, moet die gedraaid worden. Oh ja. Zou jij toch moeten kennen? Dat is een klein radiofetischistje. Hier heb jij vieze dingen bij gedaan. Ja, dat vermoed ik wel. Oh ja. Ik ben blij dat je haar nog even in de herinnering brengt. Ik kan daar even verder over lullen. Dat is Eddie Floyd. Open up the sky. Just get on a big bird. Blijft een leuk liedje dit. Hey, ik ben volgens mij weer afgesloten. Is dat mogelijk? Voor de radio ben ik denk ik nog wel een soort van te bewonderen. Maar voor wacht even. Sorry. Test 1, 2. Ja, okay. Ja, ik zit hier ook net pas achter. Ik ben ook een beetje aan het binnen. Maar jij bent aangesloten toch, hè? I'm connected. Ik neem geen wraak op het debakel aan het begin van het programma. Hey, dit was het fenomeen Eddie Floyd en Get On Up, Big Bird. Ik ga quizzen met je. Oh, oké. Okay. Ja, dit is de eerste. Volgens mij staat hij bij jullie al in de Super 50. Yeah. We moeten nog lang wakker blijven. Tot na 2 uur om het zeker te weten. Maar ik heb zo'n vermoeden dat hij ook wel in de Super 50 staat. Zoiets? Nee. Onze culturen liggen dichter bij elkaar dan je denkt, hoor. Anders zal hij binnenkort in de Super 50 staan. Of deed hij dat een half jaar geleden? Het is Black Street en No Diggity. But the rain, okay. Yeah. Play on. En staat hij al in de Super 50? Een boeiende... Volgens mij bewijst dit jouw kennis over de Super 50.
Dit is een platenkopend publiek wordt... Hallo. Nee, echt waar. Maar het is ons ook gelukt. Staat in Nederland staat het ook nummer 6 of zo, dit. Nummer 6? Ja, zoiets, ja. Hallo. Goed liedje, Blackstreet met Dr. Dre en No Diggity. Heb je het herkend, het begin? Laat nog eens horen. Even kijken. Dan vraag je me wat. Het leek mij verdacht veel op Moondog Junior. Je weet niet in, hè, het begin. Maar het is meer Moondog Senior, vrees ik. Ja, ja. Heb je hem gehoord, deze? Nou, dat had je toch moeten herkennen, dat is dit. Dat is Bill Withers. Daar hebben ze een nieuwe basistrack overheen gezongen. Volgens mij moeten ze het dwangarbeid verrichten. Daar was hij weer. Hallo Peter. Hallo, even bij de les blijven. Ja. Excuseer. Dat geeft niet. Grandma's Hands van Bill Withers. Ja, daardoor is het geïnspireerd, dat liedje van Blackstreet. Dat gaat dan bij jullie ook nog wel komen, denk ik. En No Diggity. Hebben jullie eigenlijk zo'n soort MTV in België? Dat is wij nee, weer dat TMF, hebben wij dus niet. Alleen maar muziek? We hebben de echte MTV natuurlijk. Ah ja, dat is waar. Only ja. The original. Dat wordt ook steeds slechter, hè, dat MTV. Ik weet nog dat je halverwege de jaren 80 ging je naar MTV kijken. En dan had je iets van, wow, wat een snelheid zit er in de beeldwisselingen. Wat een geweldige presentatoren. Dat is nog wel, vind ik. Wat een vreselijk lekkere vrouw. Maar het is allemaal over en uit. Ze moeten tegenwoordig volgens mij 14 zijn en uit een vak modellenschool komen. Want anders mogen ze niet meedoen. Ja, ze zien er niet meer uit. Dat is een feit. En dan presenteren ze. Vroeger had je ook zo'n paar blonde stoten die daar. Ja, precies. Namen lang vergeten. Maar. Dan maakte het helemaal niet uit dat ze niks van popmuziek wisten. Dat je is juist, van, ja. Het gaf je toch een goede reden om te kijken om zogenaamd bij te blijven. Bij te blijven, ja. Maar goed, wij hebben nu tegenwoordig in het Hollands hebben wij TMF. Die proberen heel erg MTV na te doen. En dat is nog slechter. Dus wees getroost met de gedachte is die, dat is MTV nog geen. Ik dacht dat er nog zoiets was. Ja, een muziekbox, maar dat zit dat is achter zo'n decoder. Dat is erg ingewikkeld allemaal. Ja. Hey, we gaan even terug quizzen. Weer al. Grandma's Hands, Bill Withers. Mm-hmm. Hij heeft een heel briljant... Mag Fred me helpen? Tuurlijk mag hij je helpen. Hij heeft een heel briljant liedje opgenomen, Bill Withers. Dat heet Use Me. Dat is onder andere gebruikt om met de titel te spreken door Mick Jagger. Mm-hmm. Het is ook gebruikt door een ander gezelschap. In, Use Me. Begint er al iets te dagen of nog niet? Fred, ja. Nou weet je, laat ik het toch gewoon horen. Oh ja. Je moet ook een beetje aan de grootmoeder denken. Grandma's Hands. Kom je toch uit bij Tina Turner. Samen met Ike. Zij hebben inderdaad Use Me van Bill Withers ook een keer opgenomen. Maar deze is natuurlijk veel leuker. They call it Nightboy City Limits. Ik heb het programma voorbereid. Ja. Niet te geloven. Voor het eerst in mijn leven. A church house. En ik haal het Nightbush, City Limits. Het was een beetje gedaan met de carrière van Tina Turner. Ze deed destijds het voorprogramma van Will Tura. En toen ging het niet zo geweldig meer met haar. Maar ze is weer opgeraapt en ze heeft een comeback hitje gemaakt. Jij weet natuurlijk nog welk hitje dat was. In het begin van de jaren 80 dan? Ja, jij weet het. Volgens mij weet je het nog wel. Volgens mij kun je er wel iets bij voorstellen. Weet je nog? Ja, dat was het inderdaad. Weet je het nog? Ja. Help de rest van de wereld ook even. Inderdaad wel juist. Let's stay together. Ja, dat is helemaal goed. Ze zag er toen verschrikkelijk slecht uit, vond ik. Ja. Weet je het? Ja. Zo'n belachelijk kleed uit met zilveren toestanden zo. Wat dacht je van het pruikje? Sorry, hè? Die pruikjes, kennen jullie de Mounties? Hier? De Mounties, Piet Bamberg en verrassing, de tropische verrassing. Zijn die niet al 30 jaar dood of zoiets? Nou, eentje ervan heel pijnlijk, een maandje geleden overleden. Excuseert u. Die andere leeft nog, Van Voren die leeft nog. Hij wist van voren dikke, niet. Ja, van Bambergen geloof ik. Piet Bamberg. Ja, van Voren wist niet dat hij van achteren leefde, maar die van achteren... Dat was de lange, hè? De lange die leeft nog, heel goed. Nou, die pruikjes en die jurkjes waar Tina Turner mee optrad, volgens mij kwamen die van de requisiteafdeling van de Mounties. Dus dat gevoel had ik er altijd bij als ik het zag. Sloeg nergens op. Programma bij de Avro?
De Mounties? Ja, de Tros. Ja. Oei. Iets heel familiairs in elk geval. Bij de Tros komt, jongen. Let's Stay Together was de comeback hit van Tina Turner. Je hoorde daarvan de oorspronkelijke uitvoering, die overigens dicht lag bij die uitvoering van Tina Turner. Die oorspronkelijke uitvoering was van Al Green. Nauwelijks, hè? Ja. Zelfs een beetje. Volgens mij heeft iemand die nu al 2 pinten gedronken heeft niet begrepen dat het Tina Turner niet was. Overigens zal ik nog even voor de duidelijkheid uitleggen dat elke plaat iets met de ander te maken heeft. Ja. Dat is leuk. Gewoon, in het Nederlands heet zoiets... Linken. Nee. Linkmichels. Ja, dat moest ik horen. Ja. Een woord waar wij nog nooit van gehoord hadden, maar het maakt niet uit. Dat is ook in Nederlands het dialect, hoor, dus maak je geen zorgen. Ah, ja. Ik ging naar de jongens die de comeback van Tina Turner op hun geweten hadden. Die vonden het erg vreselijk dat zij overal het voorprogramma moest doen van Wiltura. Die had iets van, we moeten gewoon dat mensen weer oprapen. Ja. Jongetjes hadden een labeltje opgericht. Dat heette heel chic het Bef-label. Ik weet niet of ze daar verder mee gedaan hebben, maar ze heette dat echt. Ja. Heb je nog enig idee wie Bef die... Bef wel, maar Bef. Nee, het echt Bef-label. Oh, gewoon puur de Bef. Ja. Die. Heb je nog enig idee welke jongetjes dat waren? Van welk bandje? En wie die hadden ook die platenmaatschappij was ook van hun. Ja, wel, als je even diep nadenkt, dan denk je... Oh ja, die waren het. Die waren het? Die van papa was dingen daar. Temptations. Ja, het is heel goed. Helemaal goed. Wat en hou ik? Even dat Temptation in de gaten. Want dat is een nummer van Heaven 17. Want daar was ik naar op zoek. I've never been closer. Ik ben nooit zo dichtbij. Het gaat goed worden. Routine sluipt er al in. Goed. That certain feeling. Ja, laat vooral horen wat we... Ja, roep op tijd, hè. Ja, waar hadden jullie het over? Waar hadden we het over? Over welke platen van Heaven 17 wij regelmatig draaien. Dit dus. Temptation. And Let Me Go. Nou, zo een goeie, ja. Ja? Ja. Nou, je hebt de link begrepen met de vorige. Mm-hmm. Temptation, de jongens van Heaven 17 hebben wat voor Tina Turner gedaan, zodat ze niet meer met Isabella A op toneel hoort. Sorry. Hey, ze zingen toch Temptation. En de volgende zanger was heel toevallig een jaartje of 12 lid van de Temptations. Dus hij is een Temptation. Dennis Edwards, samen met Sida Garrett. But don't look any further. De link naar de volgende plaat. Collega Link Michel. Oh ja. Dat vind ik zo. Dat is eenvoudig. Ja, ik ook. Hollands. Nee. Het is dialect. Oh, sorry. Ook in het Hollands is het dialect. Ja, anders had ik Nederlands gezegd. Ik zeg Hollands. Dus, dat vind ik lief van je. Okay. Hey, die Sida Garrett heeft ook met een kindervriend samengewoond, samengezongen. Mark Jackson was het geloof ik. Mark Jackson, ja. Die het land ook niet meer in mag hier. Dan heb je de link naar de volgende plaat, heb je eigenlijk al in de smiezen. Oh, ja. Smiezen? Ken je die? Ja, die ken je al. Here's Don't Look Any Further, this is van Dennis Edwards. Nee, is het ook niet. Just enjoy yourself. Niet zijn zusje. Yeah. Niet de verkeerde zus, ook niet de goede zus. Nee. Like so bad at all. Is dat niet Tito? Nee. Het is veel te technisch. Zou ik ook niet hebben geweten. Is het Quincy Jones? Nee, dat is ook niet Quincy Jones. Nee, dat is wel een goeie. Wel aan de richting. Is het de mascara-fabrikant? Nee, het is ook niet de mascara-fabrikant. Ook niet de neus ophouden? Het is ook niet. Nee. Het is allemaal niet goed. Is het de ontploffingsgevaar, BV? Nee. Michael Jackson gaat niet ontploffen op het podium. Nee, gaat niet ontploffen op het podium, nee. Ja, dag. Wat is dit? Nou, ga ik uitleggen, is ook veel te technisch. Daarom wilde ik het ook gewoon doorstarten. Off the Wall is geschreven en geproduceerd door Rod Temperton. En die heeft ook dit gedaan voor George Benson. Give me the night. Geef het toe, het was al een erg technische link. Twee keer Rod Temperton. Ik heb ze niet gevolgd. Ja, daarom. Ja. Dat was ook een technische. Ik wilde dat je ook niet aan. Ja, ja. Deze keer dat ik het wist natuurlijk. Ja, zo zijn ze echt gedraaid. Sportief van je dat je iemand anders even aan het woord liet. Ja. Give Me The Night van George Benson. Denk maar even aan Night. Nachtegaaltje. Juffrouw die zo heet. Waarom geen Gladys Night? Oh ja. Give Me The Night. Nou, je wilt een night, je krijgt er een. Gladys van voren. Samen met Pips. The Midnight Train to Georgia. Gestolen van de buren dit. Een souvenir voor thuis. Radio Nostalgie. Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train to Georgia. Wat doet Rob de Nijs bij jullie in de Super 50 trouwens?
Ik dacht dat jullie hem zo langzamerhand wel verstoten hadden hier. Ja, we hadden hem, ik denk dat hij een jaar of 10 in de ijskast gelegen heeft. Maar ja, hè? Nu heeft hij blijkbaar de comeback van de eeuw. Ja, zelfs hier. Ja, zelfs hier. Ik dacht dat er, wat gebeurt er nu? Ik heb zo wel het gevoel dat het eenmalig gaat zijn. Ja? Ja, voor hem ook een bange hart, dat denk ik ook. Mm-hmm. Ik heb nou eens een optreden meegemaakt van hem hier in België in een hotel. Ja, ik was daar ook omdat ik een soort van drive-in show moest opvoeren. En dan had ik Rob de Nijs niet bepaald vriendelijk bejegend door mijn carrière heen. Ja. En denk je nou, zo'n man die verdient zo'n 200 miljoen Belgische frank per jaar. Dus die zal zich niet zo'n zorgen maken om een of andere vervelende jongen op de radio die wel een nare ding over hem zegt. Wel dus, ja. Hij was boos. Hij heeft de hele avond tussen zijn nummers door. Normaal heeft hij altijd van die vreugdekreetjes op. Oh, yeah, oh, yeah, oh. Dat is die hip, hè? Dat is een beetje op de Nijs. Oh, ben ik toch hip? Oh, ben ik altijd hip. Al ben ik 83 inmiddels. Want volgens mij is hij dat. Door het zure ritme van de regen is zijn gezicht duidelijk aangetast. Ja. Maar goed, maakt helemaal niks uit. Rob de Nijs blijft gewoon vlot op de motor komen. En met zo'n vlot jasje en zo. Mm-hmm. En hij heeft zijn hele optreden tussen de nummers door. Heeft hij mij terugbeledigd. Oh ja. Ja, vond ik op de een of andere manier vond ik dat wel stijl hebben. Maar hij gaf mij op mijn beurt weer reden om hem te beledigen op de radio. Omdat hij één onvergeeflijke fout maakte. Na afloop van het concert ging hij geheel op zijn Nederlands. Ging hij afbeeldingen van zichzelf verkopen. Dus het was dus niet gewoon van hoi, ik ben Rob de Nijs, een hysterische vrouw, een afbeelding, een foto, een handtekening. Nee, hij ging het verkopen. Dus ik had iets van, nou hoor, dat is wel weer een lekkere indruk achtergelaten hebben daar. Dus verkoop maar goed. Ja. Dus dat tot zover even het relaas. Ik moet een knopje indrukken. Ik hoop niet dat er een bom ontploft. Hi, ik ben Rob de Nijs en als ik in Antwerpen ben, luister ik altijd naar Kopradio WRM. Dat was dan waarschijnlijk voor het laatste. Dat heeft hij wel onder dwang gezegd. Dat geloof ik ook wel, ja. Goeie timing, dat wel trouwens. The Midnight Train to Georgia. Daar is veel geld aan verdiend. Dus we gaan luisteren naar de Money Train. Hier is Total. De Strangers. Heb ik een single van thuis? Ja. Heb ik een single? Schellen van de Linden. Ja. Ja, we hebben wel op de hoogte. Amai, wat is dat voor een plof? Dit zijn de Strangers. Ja, absoluut. Aan, ja. De Mist. Wat hebben ze nog meer gezegd? Ze hebben toch ook YMCA hebben ze gedaan? De Strangers. Ja, dat is een van de greatest hits, hè? Ja, hè? Ja, ik bedoel, ergens een boek van. Neem het boek eens in de kast, bovenaan. Strangers? Ja, ja, ik geloof dat ze 85.000 singles verkocht hebben van dat nummer. Echt waar? Ja. Hoe heette het hier dan? Bij de Rijkswacht. Oh ja, Bij de Rijkswacht, hè, man. Ja, ja, pas op, ik probeer zo'n beetje, hè. Ja. The Midnight Train to Georgia. Je had het toch al over Trainspotting. Money Train heet de film waar dit vandaan kwam. Het groepje heette Total. Het nummer heet Do You Know. Vind ik weet wel leuk. Enkel wie de hoofdrolspelers zijn uit Money Train. Dat doet niets ter zake waarschijnlijk. Nou, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Okay. Nee, want ze hebben weer een sampletje gebruikt namelijk in dat nummer Do You Know. Mm-hmm. En volgens mij, jij als jaren 70, wij bij de disco freak, weet jij wel van wie ze het gejat hebben? Ja, onze baas gaat tevreden zijn, denk ik. De GB's. Dat is helemaal goed, ja. De GB's. The same beat. Zo heet het liedje ook. En die herken je er ook in. Luister maar. Ja, dan komt het hele boek aanzetten. Ja hoor. Nee, straks. Oh, straks. Uit Money Train, Total Do You Know. En dit had absoluut de same beat, want ze hebben deze sample gebruikt. En deze sample komt uit de jaren 70 van het begeleidingsorkestje van James Brown, genaamd de JB's. Hoe bedoelt u, ijdelheid kent geen tijd. En de same beat. Ik heb een boekje in mijn handen gedrukt gekregen. Ik durf het woord klauwen niet te gebruiken, want dat is ongetwijfeld weer typisch Hollands. Ja, absoluut. Daar was ik al bang voor. Wat heb ik? Een verklarend woordenboek van het Antwerps. Dus, ja, je moet wel eigenlijk weten. Rob probeert al, sinds ik hem ken, probeert hij al Vlaams te spreken. Ik bedoel, ik heb hem ooit eens op de radio bezig gehoord over affaire Willy Klaas. Ja. Vond hij zo grappig, hè? Ik bedoel, Willy Klaas, hij moest aftreden, was niks aan te doen. Rob vond het alleszins zo grappig en hij imiteerde toen Willy Klaas. Mm-hmm. Ik weet van niets! Je weet van niets, hè? Nee. Inderdaad.
En dat was niet zo'n goede imitatie, begrijp ik al. Daarom ben ik jou dat boek aan de hand doen. Ja. Vloeken en krachttermen. Ik weet niet of het toeval is dat je die pagina hebt opgeslagen. Ja, toch wel. Kust de kont van het vogeltje. Dan kreeg je een plumensmoelijke. Ja, oké, nu minder krampachtig. De volgende. Dat is nu echt om uw bloot gat te laten zien. Dat gaat er naartoe. Dat is nou echt om een bloot gat te laten zien. Wat? Dat is nou echt om een bloot gat te laten zien. Dat is beter. Ja. Zoals jij het doet, klinkt het authentieker. Ja, probeer het. Beter, ja. Ja, we komen eruit. Als ik nog eens tegen u klap... Oh ja, dat spreek staat erachter. Ja. Als ik nog eens tegen u klap, laat ik eerst met een broek zakken. Dat klinkt echt voor geen meter, hoor ik al. Dit is geen greatest hits. Pak de volgende maar. Ja? Ja, dit lijkt me ook wel een... Dit heb ik volgens mij onderweg 3 keer gehoord. Ja? Ja. Je zet een goede kloot, maar je zou het onder een ezel moeten hangen. Dus ik weet nu wat het betekent ongeveer. Ik heb een tijdje radio gemaakt in Mechelen. Bij de Mechelse agglomeratie radiostichting. Ja, dat hebben wij wat jaren geleden opgekocht. Hebben jullie dat opgekocht? Ja, dat hebben wij opgekocht. Ja, dat mag helemaal niet. Schande. Mag het niet? Kartelvorming. Dat doen wij niet. Nee. En dan vond ik het altijd leuk dat ze de kiek of zoiets zeiden. Dat was dan ik. De kiek heb een grot. Nee, dat is dan ook zo gay. Dat was met een kiek. Nee, dat zeggen jullie ook niks. Dus dat heb ik daar wel. Plaatselijk Mechels accent. Maar ja, ik bedoel, ik woon al 5 jaar samen met iemand uit Mechelen en ik heb het nog nooit gehoord. Nee? Ja. Oh god, dan heb ik het weer verkeerd geroepen. Als je een vrouw met een kloot wil zien, kijk dan maar eens naar uw trouwfoto. Ja, dat is leuk zeg. moet ik er nog eentje doen? Of? Nee, geef het boekje eens hier, ik zal je eens een ander rubriekje geven. Okay. Echt een goed rubriekje. Een goed rubriekje? Een goed rubriekje, ja. Okay. Op dit uur van de dag moet het kunnen. Ja. Ja, vertel nog iets ondertussen. Nou, ik zit even na te denken nog over Rob de Nijs, maar dat moet ik misschien ook niet doen. Misschien is het ook overdreven om daarover na te denken. Arme Rob, heeft het al moeilijk genoeg in zijn carrière. Hebben jullie nou ook zo'n zanger als Rob de Nijs, die eeuwig meegaat over je denkt, oh nee, dat nou net hij weer een hit of zij nou weer net een hit moet scoren? Hebben jullie ook zo iemand? Hebben wij zo iemand? Zo, iemand nou, die Tura is wel van die periode, maar die valt nog mee. Die valt nog mee. Willy Sommers. Ja, maar die scoort geen hits. Hey, wat dachten jullie die van die scoort alleen Isabel A. Bobby Jan Schoepen. Nee, die scoort ook al lang die niet meer. Die scoort ook niet meer. Nee. Wat dacht je van... Ja, die leeft. Ja, ik wil graag een zanger mee over de grens nemen. Al is het alleen maar qua cd. Dat ik hem meeneem dat jullie er even tijdelijk van af zijn. Een plaat die jullie nu overdag moeten draaien of iets hebt van... Oh nee, niet weer. Wil ik meenemen? Wij draaien enkel Clouseau en Rob de Nijs. Oh ja. Dat is niet Clouseau? Dat valt nog mee, vind ik. Rijmen en zo. Ja, wij heten Clouseau. Ik had ze vorige week in de studio en het viel de reuze mee met die kerels. Dat zijn leuke jongetjes. Ja. We zitten nu op een uur. Het is nu 1 uur. Moet tijd zijn draaien. Piep, piep, piep. 1 uur. VRM. Goedemorgen. Welkom in deel 3 van het programma. 4 is teken. Zal ik dan maar een liedje doen ook? Ik heb hier... Nee, wacht nog even. Ik heb hier een goede gevonden ondertussen. Seks en aanverwante onderwerpen. Ja, dat is wel een goeie. Gaan we ons even in verdiepen. Dit uur van de nacht moet het kunnen. Kan ik na 2 uur nog eens kijken of ik succes kan hebben in Anvers. In stad. The same beat. Inderdaad, dit is de beat. Can't get used to losing you. Jezus, met een afbeelding erbij ook. Dat kan toch niet waar zijn? Het is een visuele grap, de radio. Ja, dat helpt, ja. Is het? Fluit is een teken van onschuld, vind ik hierbij. The beat. And can't get used to losing you. Voor wie is dat boek bedoeld? Dit is bedoeld voor mannen zoals... U en ik. Ja, inderdaad. Mensen die niet echt uit Antwerpen komen. Het is geschreven door Jack. Klinkt Jack. Heel Antwerps, hè? Ja, vind ik Jack ook. Jack de Graaf, Antwerps verklarend woordenboek. Uitgegeven bij de Dageraad in 1993. Met dank aan Gazet van Antwerpen en Brouwerij de Koning. Dus ik bedoel, ik vertel het maar even om heel eenvoudige reden dat jullie niet denken dat... Dat we het allemaal zelf zitten te verzinnen. Ja, inderdaad, ja. Nee, het bestaat en de seksuele voorlichting kent ook een pagina of 30, hè? Oh ja. Volgens mij als... Het zijn er veel. Het gaat hier over... Het achterwerk, de penis, de vagina, de ballen, de dijen, de borsten. Maar daar zijn allemaal Antwerpse uitdrukkingen voor. Ja, nou noem eens een paar. Leer me als ik straks in een kroeg zit, dat ik dan even net kan doen alsof ik er helemaal bij ben. Oh ja.
Over wat wil je iets weten? Nou ja, doe maar iets wat toepasselijk is na 2 uur 's nachts. Oh ja. Dan kom niet met de havenzangers aan. Zo waarschuw je. S'nachts naar 1. God ja. Ja, ik bedoel, ze zijn allemaal nogal grof. Als alle buitenlanders hier in Antwerpen nou zo'n boekje aanschaffen, dan is het probleem opgelost. Ja, dat is de hele discriminatie volgens mij. Sneeuw van de zon. Ja. Samen met die... Vloeken en krachttermen, hadden we die al? Ja, die hadden we al. Had je hem als eerste gegeven. Oh ja, sorry. Laat ik je dan maar even met rust laten. Dan ga ik even een schakel doen, omdat alle platen iets met elkaar te maken hebben. Oh, ja. Dat voor alle mensen die laveloos net de radio aanzetten denken, wat is dit voor een popprofessor? We hadden de beat, hè? We hadden de beat en er waren er twee. Er was een Engelse beat, er was een Amerikaanse beat. En die Amerikaanse beat heeft natuurlijk erg veel ruzie gehad met de Engelse beat. Mm-hmm. Omdat zij geen idee hadden dat die Engelse beat in Engeland zo succesvol was. Ja. Dat werd pas vervelend toen ze de oceaan over probeerden te steken en in Amerika succesvol probeerden te worden. Want daar was al een beat. En er is een rechtszaak geworden en uiteindelijk heet de ene nog steeds de beat en de andere heet ineens de Paul Collins beat. Dus dat is de overeenkomst. We gingen van de Engelse beat naar de Amerikaanse Paul Collins beat. Don't Wait Up for Me Tonight. Goeie plaat. Paul Collins beat en Don't Wait Up for Me Tonight. Waarom niet wachten? It's too late, zingt Carole King. It's too late. Don't wait up for me tonight, 'cause it's too late, baby. Dat was Carole King. Heeft hij nog zo plezier, joh, Frit, met zijn Antwerpse boekje? Hij is compleet verkocht aan het boek. Met het poepeken naar voren, dat was een homofiel. Zo. Zoiets toch, nou ja. Het is een zeer leerzame nacht. Ik denk dat ik de komende 30 jaar België in kan zonder de vogeltjesmarkt afgeschoten te worden. Te denken dat ik een Nederlander ben. Zal niet de enige gebeuren. Plaats waar je veilig bent. Misschien wel, ja. Oh, dat is een hele goeie. Ja. Dat is een hele goeie. Er loopt geen Belg meer rond. De enige plaats waar wij in Nederland is een soort... Het is toch een soort enclave dan, hè? Ja, een enclave. Een Nederlandse enclave. Laat maar met rust daar. Ze weten niet beter. Goed. Hey, It's Too Late van Carole King. Ik dacht, laat ik eens iets bijna chauvinistisch doen. De king, de koning. De koning van België. Hoe heet dat kring ook alweer? Die mensen gewoon toelaat op audiëntie en zo. Wat toch heel charmant is. Albert King. Why not? Laat het nou toevallig ook een zanger zijn. Albert King. Een blueszanger met een bekend liedje. Wij kennen het van Gary Moore, maar dit is de echte Pretty Woman. Koning Albert. Hij heeft drukke dagen. Controleert het hele staatsapparaat. Doe maar. Albert King in het Amerikaans. En oh, Pretty Woman. Mm-hmm. Ja, ja, nu we over koningen bezig zijn, mag ik eens een delicate vraag. Ik weet, jullie hebben dat niet, koning. Nee, we hebben een koninginnetje. Ja, en haar vriendje, die... Klaus. Leeft, ja, die leeft nog, hè? Die leeft, ja. Hij weet het niet, maar hij leeft niet nog, van harte, maar hij leeft, ja. Hoe zit dat met die zijn nazi verlezen? Want die heeft een paar jaar geleden of zoiets... kwam het in het nieuws dat hij ergens bij de nazi's zou geweest zijn. Of een partijkaart had of zoiets. Ja, net zoals jullie voelen. Ja, dat geldt eigenlijk voor de hele familie. Ja. Dat geldt ook voor Bernard en dat geldt ook voor Klaus. Oh ja, en dat is gewoon geseponeerd? Gewoon. Nou, niet helemaal. Daar zijn wel wat mensen overheen geweest. Maar het is al zo lang geleden natuurlijk. En ach, ze wisten ook niet precies wat er gaande was. Dus ja... Maar hier hebben het niet gewoest. Ja, iets in die zin. Je kent de gevleugelde kreet. Ja. En ja, Beatrix heeft hem ook vergiffenis geschonken. Iets in die richting. Ja, we zijn al zo... na zo'n 35.000 jaar zijn we al verliefd op het koningshuis. Dus we maken het ze niet al te moeilijk. Nee, maar ik wil het wel eens weten. Want ik had enkel gehoord dat het zo was. Al de rest interesseert ons daarna niet meer natuurlijk. Ja, we willen alleen het alleen het feit. Schandaal. Ja, natuurlijk. Ja, gelijk. Je had het altijd al geweten over die foute Nederlanders. Ja. Hey, de king, de koning, Bert de Koning. 9:55 komt Armand ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Om 4 uur denkt ze en ze neemt een sigaret. Armand ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat is een lekkere bed. Ah, dit is toch een Belgische meneer, alhoewel jullie het bestrijden, maar het is echt zo. De koning, Bert de Koning, en hij zong over Evelientje. Ja. Toppunt van vreemdgaan. Dat moet je toch aanspreken, Peter? Ik weet van niks. Ik kijk alweer ergens anders naar. Ja, ik ben er nog altijd niet uit dat het een Belg is. Ja, het is een Belg, echt waar. Ik bedoel, we zitten nu met 2 Belgen. Ja. We kennen hem gewoon niet. Ik vind dat Clouseau
recht moet doen aan de erfgenamen van Bert de Koning. Ja. En het liedje gewoon een keer opnieuw moeten doen. Ja. Een iets makkelijker arrangementje en zo. Volgens mij is dat een groot succes. Want het rijmschema klopt wel bij Clouseau. Oh ja. Dat is geen probleem. Nee, het is een cd'tje, heet de Kleinkunstcollectie. Een vies woord. En er staan toch bijna alleen maar Belgische artiesten op. Hey, Luc Bral, hallo, hier ben ik dan. Dat is goed, jongen. Luc. Johan Verminnen, laat me nu dan toch niet alleen. Ik denk zelfs dat ik dat cd'tje heb thuis. Ja? Dat is echt, ik ken er dus die kerel nog nooit van gehoord. Wie staat er nog op? Wat dacht je van, hey, kijk. Wacht even hoor. Ik heb iets gevonden. Dit ken ik ook niet, maar dit is wel even interessant. Kijk, het is ene Cor van der Goten. Ooit van gehoord? Nee, dat zal wel een Nederlander zijn. Antwerpen, stad van musea. Luister dan. Waar geen sterveling hun voet binnen zet. Oh, shit. Aardig paard en zebra zorgen voor de toeristische pret. Nee, hij is een Belg hoor, dit. Ja. Op de wandelterrassen. Belg die Cor heet. Riekte men het zout uit de zee. Daar is iets mis mee, alles zit. Op een bank aan de Schelde zit er een oude heette niet Cor. Jawel. Wieven omzwieven de god die vrouwen toren van mijn hart. Luister nou even naar de prachtige intensiteit van dit nummer. De regen op Brabo zijn grote stad. Is een echt Antwerps nummer hoor? Ja, weet ik van luisteren. Nou, Antwerpen, de stad van de haven. Rotterdam speelt kat met die muis. Dokwerkers torsen de lasten op hun schouders en soms mee naar huis. Op de wandelterrassen riekte men het zout uit de zee. Uit exotische landen, koffie, bananen en thee. Mieuwe omzwevende gotische toren, die vrouwen toren van mijn hart. Wat zei je? Per jaar guts de regen op Brabo zijn grote stad. Mart. Zet het af. Ja, wil je het afzetten? Af! Ja, het is echt afschuwelijk, dat geef ik toe. Het is een belediging voor deze stad. De straatjes vol met vrouwtjes voor rijk en voor arm. Wat zeg je, jongen? Dat je is moeilijk te begrijpen. Ja. En zelfs hij kreeg er daarvan soms wat. En zolang jij geen ander nummer klaar hebt staan, blijf ik gewoon met dit nummer van Cor. Oké. Okay. Ja, je wilt een echt Antwerps liedje horen? Ja, waarom niet? Okay. Ja. Ja, dat klinkt inderdaad al een stuk beter dit jaar. De liefjes op de Schelde, de baaiert van de toren. Je gedraagt je. Door de stad. Dit is goed. Dit is goed. Goed. Voor de lieve verdwaalde luisteraars, het is wel gewoon VRM waar je naar luistert. Een kleine dwaling van twee dwalende medewerkers. Antwerpen wordt ik op en. De sfeer zit er al goed in. Ik kan niet Frans maar een droom niet veel. Zij heten de Strangers, maar ik voel het zo nu hoor. Ik weet het is vlaar, maar ik beken. En Polonaise. Ja, zijn en mag ik deze meenemen als souvenir? Dan beloof ik dat ik morgen niet naar de vogeltjesmarkt zal gaan. Goed. Jongen, jongen. De Strangers dus met Antwerpen. Ik ga weer even terug naar Bert de Koning met Evelien. Want de volgende zangeres heet Evelien voor het gemak. Dat is heel hoog. Nou, jongen, jongen. Het is ook pijnlijk, denk ik. Heel pijnlijk. Dit haalt Gerard Joling niet eens. Is die trouwens hier populair, Gerard Joling? Hij heeft het heel even geweest, ja. En het is over? Dat is gelukkig, godzijdank, op mijn blote knieën. Het is voorbij. Maar is die in Nederland nog populair trouwens? Mm-hmm. Wij horen er al, ja, sinds Bolero, of hoe heet het plaatje? No more Bolero. Ja, sinds toen horen we er niks meer van. Dat is al jaren geleden. Wat doet hij nog? Kijk uit hoor, dan kom hier wonen. Hij is televisiepresentator. Nee. Karaoke. Nee. Ja, heel goed. Hij, wat? Ja, karaoke. Nee, dat kan niet. Hij was in Nederland nog een oorlog geweest met McNeil van Mout en McNeil. Want die had ook een karaoke programma met de Tros.
Dat deed ze eerst samen met Gerard. En een ramp geworden. Want ze konden het niet zo goed met elkaar vinden. En achteraf bleek dat Gerard natuurlijk al een contract getekend had. Bij welke omroep is het? Commerciële. RTL, natuurlijk. Oh ja. Vier. Wow. Ja. En het is een programma. Hij zingt natuurlijk met elke artiest zingt hij mee. Met elke kandidaat zingt hij mee. Het is echt Gerard Joling die zich 30 nummers lang bewijst. Oh ja. Heel gek. Maar hoe kom ik nou aan Joling? Oh ja, omdat het zo hoog klonk. Ik weet het weer. Evelientje, Evelyn Thomas en High Energy. Dat zie je al inderdaad altijd op die hoogspanningskastje staan. High Energy. Dan heb je zo'n sticker en daar staat meestal op AC/DC. Dat staat voor High Energy. Hier is Rock'n'Roll Damnation. Volgens mij is het tegenwoordig meer muziek voor bruiloften en partijen. Wie vindt dit nog hard? Dat zijn die vijf mensen die nog rondlopen met zo'n spijkerjasje en denken dat ze ongelooflijk coole gasten zijn. Die, ja, ze hebben zelfs status quo als ja, hard rock verkocht. Hard rock. Mensen met die Metallica jasjes ook. Die denken echt nog helemaal de heftige mannen te zijn, terwijl ze gewoon uitgelachen worden over al die jongens. Ja. Rock'n'Roll Damnation, dat was AC/DC. Is de deur goed gebarricadeerd trouwens? Stel voor dat ze met velen zijn en mij nog even komen afslachten, liever niet. Flash in the pan. Even doen we dus. Speciaal voor de man die deze reis mogelijk maakte. Van wie we zelfs te vreten hebben gekregen. Zelfs dat? Te drinken hebben gekregen. En een plekje onder de zon hebben gekregen. Hey Sint-Pieter Maas van VRM. Was een beetje voor jou. Dat is lief, hè? Dat is sympathiek, hè? Heel lief. Ja. Pak even een zakdoekje, jongen. Kijk uit dat je niet gefilmd wordt. Is die faal? Flash in the pan, hey Sint-Pieter, nog even voor de mensen. Want er zullen er duizenden zijn die denken, wat is nou de link tussen AC/DC, Rock'n'Roll Damnation en Flash in the pan met hey Sint-Pieter. Eenvoudig waren twee mensen, Vanda en Jong genaamd, die in de jaren 60 de Easy Beats hadden van Friday on My Mind en Hello, How Are You? Die hadden in de jaren 70, eind jaren 70, hadden ze AC/DC om voor te schrijven. Rock'n'Roll Damnation was van de hand van Vanda en Young. En jawel, dat waren ook de twee leden van de band Flash in the Pan. En bovendien hebben ze ook al die liedjes geschreven. Mooi gezegd. Ja? En hey, Sint-Pieter. Nou, kon niet missen. Er moest natuurlijk een Peter uit de popmuziek komen. Nou, kom op, Peter. Jij kent vast veel Peters in de popmuziek. Absoluut niet. Ja? Zelfs mijn vriendin, die nog minder van muziek weet dan ik, die kwam al aanzitten met minstens één Peter. Oké. Dat was deze. Dan oké. Helemaal goed. Dat is wel de beste waarschijnlijk. I'm the Tushit. Zullen veel mensen voor zucht hebben. Peter André. Peter André, alsjeblieft. Oh, wat fijn. Nou ja. Ik heb maar gekozen voor een wat oudere en een wat dodere Peter. Bovendien ben ik jaloers op het lichaam van Peter André, dus ik zal die man nooit supporten. Nooit van zijn langs zullen leven. I'm the toughest. Hij gaat het programma doen op MTV, hè? Nu wordt het helemaal te gek. Peter André. Ik kan er helemaal niet meer omheen. Ja. Bedankt voor deze bemoedigende mededeling. Ja, ik dacht van die plaats is nog vrij, maar... Nee, ook niet. Peter André. Dank je. Met zijn... Ja, daar kan ik niet tegenop. Borstkas. Met zijn torso. Ja. Oké, nou jammer. Peter Tosh was dit dus en I'm the toughest. Ik ben de strafste gast. Heb ik iets goeds gezegd? Hey, doe maar. Strafste gast? Nee, dat kan. Ja. Ja, dat klopt. Ik ben de dat strafste. Is een goede vertaling. Ik ben de strafste. Ja. Klinkt zelfs Vlaams. Zeggen we niet in dat vervelende land. Nee, oké. I'm the toughest. Nou, als hij dat dan beweert, waar zou hij dan moeten wonen? Baskerks, eind jaren 60, begin jaren 70 was hij inderdaad lid van de Steve Miller Band. Dus dat was de link tussen die twee liedjes. Macho City van Steve Miller en Lido Shuffle. Ik ga het Belgeland weer betreden. Want ik vind namelijk dat Lido Shuffle erg lijkt op een Belgisch plaat. Moet even een stukje Lido Shuffle horen. Ik vind dat deze daarna geluisterd heeft. Dat hoor je vooral ook in het eerste couplet. Dan lijkt het echt schaamteloos veel op Lido Shuffle. Ik weet niet wie er eerst was, maar ik heb wel een vermoeden. Hier is Raymond. De meisjes zijn weer prachtig. De jongens. Ja, ja, het is weer feest. Dus dat het als je kan beginnen. Ja, ja. Ja, zet de bril maar. De cd-titel is Nooit meer drinken. Ja. Heel overtuigend. Raymond van het Groene Woud. En het is weer feest. Zullen we het maar even vertalen in het Engels?
You want this party started right? You want this party started right? It's crazy. We're here. We're here. Staat ook, hè? De joepie. Ik dacht dat het al lang overleden zou zijn, maar het bestaat gewoon. Ja? Ik heb weer een hoop geleerd vandaag. Verkopen ze dat niet? Verkopen ze het niet? Vroeger wel, ja. Nu niet meer. Nee, zo. Ja. Hing samen met Radio Mi Amigo toen dat verdwenen was, en dat verdronken was, toen bad ook op. Dat is al heel lang geleden. Hier zitten 2 31ers te praten, dat is duidelijk. Dit was Craze en Yo Want This Party Started Right. Dat kan pas zo rond 2 uur als wij de Super 50 op je loslaten. Wij van VRM. Fijn dat het eigendomsrecht even. Peter, bedankt voor de gastvrijheid. It was my pleasure. Ja. Absoluut. Ik ben een beetje door mijn hoeven gezakt. Het spijt me erg. Dat wil zeggen in gewoon Nederlands dat ik er een beetje doorheen ben. Ja? 5 nachtuitzendingen in 1 week is te veel, want groeit zijn er eigenlijk maar 2. Maar om niet al te slappe indruk achter te laten, roep ik dat er 5 waren. Ja, 5. Heel zwaar, hè? Zal ik jou een keer ergens uitnodigen op een vreemd achterafzinnetje in Nederland, waar wij nog een keer het duet over kunnen doen? Oh ja, dan mag ik het voorbereiden deze keer, hè? Ja, dan speel ik een thuiswedstrijd, dus dan heb jij recht om het voor te bereiden. Oké. Okay. En dan mag je met 5-0, want hebben we er eigenlijk nog een uitslag aan vastgekoppeld? Nee, het is toch gewoon een goede vette 2-2. 2-2 geworden. Ja. Met een enorme vriendschapsband voor het leven. Ik bedoel, twee uur. Ik bedoel, vandaar die 2-2. Snap je? Dat is een hele intelligente weer. Nagedacht. Die uiteindelijk toch nog weer gewonnen met 3-2, vind ik. Nee, toch niet. Ja. Het was al afgefloten. Yo, want this party started right. Nou, nog maar eentje dan. Yeah! Yeah! Let's kick some ass. Dat vind ik ook de goeie. Ja. Het kan nog maar 1,5 minuut, dus je moet even snel zijn. Het zijn de Beastie Boys. And you gotta fight to right. You gotta fight to write, you gotta fight to write. Verzin zelf maar een titel die in de buurt komt. So wake up like-